Ik ben geboren in Almelo. Ja, mijn ouders hebben een bedrijf gehad in Grotestraat Zuid. Mimosa, voor de oud Almelo, is wel bekend. Ja, ik ben 30 jaar weg uit Almelo, ja. Ik heb hier al 5-6 jaar gestaan en wij vinden het altijd heel erg gezellig hier. Ja. We proberen zo authentiek mogelijk te zijn en te koken op een vuurtje. Heel gezellig. En de rest wat niet voor toehoorders is, staat binnen in de tent. Want dat heb je natuurlijk toch wel. Je moet ook slapen. Maar goed, wat buiten de tent zichtbaar is, proberen we zo traditioneel mogelijk te houden. Ja. Dat wordt er helaas steeds minder. Ik kan me herinneren, 10 jaar terug, dat er een heel apart kamp was die nog zo origineel mogelijk was. Ja, dat klopt. Daarom gaan wij wijken uit naar België. Daar heb je echte oldtimers kampementen en daar heb je nagenoeg geen caravans. Dat vind ik erg jammer. Ik kan ook begrijpen dat mensen die het om qua gezondheidsreden nodig hebben, dat ze dat gaan doen. Maar dat maakt het niet zo glorieus meer als dat het vroeger was. Dat klopt. Kijk, de zaterdagavond hier is wel heel erg leuk, want dan gaan mensen zich uitdoffen en dames kleden dan zich in mooie jurken met hoepels en zo. En dat is gewoon een feest om te zien natuurlijk. Maar ook dat wordt minder. En we gaan ook wel eens naar Horst, dat is in Limburg. Daar is ook groot kampement, maar hetzelfde lakenpak, veel caravans, heel jammer. En er wordt met zwart kruid geschoten? Ja, ik heb het zelf ook 12 jaar gedaan, ik heb helaas geen vergunning meer. Omdat ik longproblemen heb, dus ik kan niet tegen die kruid dampen, maar het is zwart kruid schieten. Erg leuk. Ja,